Ja. Daar zijn we weer. Deel 3, fase 3. Die heb ik afgerond. Zullen we doorgaan naar 5? Ja, dat ging over het jongerennetwerk. Ja, het jongerennetwerk. En je had verteld dat de jongeren de baas zijn. Ja. Ja, de baas. De directeur, hè? Ja. Ze zijn met z'n allen verantwoordelijk, dus ze moeten het wel samen doen. Het is niet dat er eentje zegt van we gaan linksaf en we gaan met z'n allen linksaf. Maar als we op een T-splitsing aankomen, of links of rechts, dan gaan we met elkaar in gesprek wat gaan we doen. En pas als iedereen overtuigd is dat we links gaan, dan gaan we pas links. En als iedereen rechts wil, dan gaan we pas rechts. En het gebeurt wel eens dat er één jongere zegt, nee, ik wil toch links. En dat we dan na een lange discussie zeggen, nou, we gaan toch met z'n allen rechts. Nou, dan gaan we kijken wat het oplevert. En blijkt dat we dan uiteindelijk toch weer links moeten. Dan moeten we een stukje terug gaan weer links. Ja. En wat doen jullie? Heeft het te maken met waar we het net allemaal over hebben gehad? Onder andere. Het jongerennetwerk, wat ik al zei, ik had het idee om de TomTom door Jeugdplan te organiseren. Mijn beeld was... ik heb een hele hoop ervaring binnen de jeugdhulpverlening. Ik ken een hoop jongeren die ervaring hebben binnen de jeugdhulpverlening. Maar dat gaat nu een soort van verloren, daar doen we niks mee. Ik zou daar graag wat mee willen. En jeugdzorg zie ik als echt een land waar ik nog nooit ben geweest. Als je nog nooit in Sri Lanka bent geweest, dan ken je daar het land niet en weet je niet hoe het werkt. Dan is het handig dat je een TomTom bij je hebt, waar ook wat extra informatie in staat. Dus ik zie jeugdzorg echt als een land. Met zijn eigen taal, zijn eigen cultuur, zijn eigen geschiedenis, eigen regels, ongeschreven regels. Mm-hmm. Hele mooie plekken waar je moet zijn en plekken waar je nooit wil komen. En ik wil dat graag in kaart brengen. Ik wil zorgen dat land makkelijker bewoonbaar is of dat je makkelijker door dat land heen kunt reizen op het moment dat je daar bent. Want er is geen plek voor jongeren waar ze echt al hun vragen kunnen stellen. En dat was het eerste idee, zo van ik wil een TomTom hebben waarbij het voor een jongere makkelijker wordt om ondersteund te worden binnen dat land. En een TomTom zegt voor mij, een TomTom kijkt waar je staat en vraagt aan je waar je naartoe wilt. Ja. Dat bepaal je dus ook allemaal zelf. Ja, dat waar je staat, daar ben je. Maar daar waar je naartoe wilt, dat bepaal je zelf. En de TomTom die rekent voor jou die route uit. En hoe moet ik me dan voorstellen, want er zijn allerlei soorten hulpverlening en sociale kaarten en noem maar op. Ja. Dus wat doet het jongerennetwerk? Het jongerennetwerk, ja. Ja, maar ik heb dus dat idee verteld aan de jongeren en toen zei ik, hoe gaan we dat dan organiseren? Want zij herkennen dat. Ja, ja. Kun je nog een concreet voorbeeld daarbij geven? Want ik denk dat er veel jongeren zijn die op enig moment een vraag hebben en dan komen ze ook ergens soms terecht. Of het nou bij vrienden, familie is. Of de huisarts uiteindelijk, of schoolmaatschappelijk werk. Precies. Dan komen ze ergens terecht, ja, dat klopt. Of toch bij een jongere die ook ervaring heeft. Dus er zijn allerlei plekken waar ze met een vraag terecht kunnen. Ja. En dan? Of maar? Maar, dat is een heel gevecht om daar te komen. Dus als een jongere... Ik heb het voorbeeld van mij toen ik op de middelbare school zat. Toen vertelde ik heel erg open over mijn ervaring. En op een gegeven moment stond ik er ook op het schoolplein en toen kwam een meisje bij me. En die zei, ik heb hier met nog niemand over gesproken, maar jij hebt jeugdzorg. Ik denk dat ik binnen jeugdzorg moet komen. Dan zei ik, wat is het dan? Hoezo denk je dat dan? En nog helemaal nog niet opleiding of iets in die richting, maar dat meisje durfde mij dus te vertellen dat ze thuis mishandeld werd door de stiefvader. Omdat ze wist over mijn ervaring, omdat ze wist dat ik jeugdzorg had, was het niet meer zo erg om te praten over jeugdzorg. Wat zij meemaakte, had ik nog nooit wat mee van doen gehad, of dat wist ik niet. Maar ik wist wel waar ik naartoe moest, omdat ik wel gesprek had met de schoolmaatschappelijk werker. Dus ik wist waar die professional te vinden was. En dat meisje durfde aan mij de eerste stap te zetten en via mij bij die schoolmaatschappelijk werker te komen. Zonder mij was zij nog niet naar die schoolmaatschappelijk werker toe gelopen. Dan was die stap te groot of wist ze die niet te vinden? Wist ze niet te vinden of daar was ze helemaal niet van bewust dat dat kon. Mm-hmm. Ze wist wel dat ze bij de mentor terecht kon, maar daar wilde ze niet mee praten, want dat was eng. Want zometeen werd de vader opgepakt. Of moet zij binnen... Haar eerste vraag was, als ik dit vertel, kom ik dan binnen jeugdzorg terecht? En dat zijn eigenlijk hele simpele vragen, daar kun je heel makkelijk antwoord op geven, maar die stap is dan voor zo'n jongere, kind op dat moment, zo groot. Ja. En dat was een voorbeeld waarvan ik zei, van daar wil ik iets mee. Ja. En met de jongeren daarover in gesprek gaan, van ik heb een idee, ik weet nog niet precies welke vorm dit moet krijgen, maar wat moet dat dan zijn? En toen hebben de jongeren aangegeven van, er moet een plek zijn waar je vragen kunt stellen aan ervaringsdeskundigen. Dus iemand die al ervaring heeft, daar moet je een vraag aan kunnen stellen. En dat kan een vraag zijn, ik denk dat ik depressief ben, dat kan een vraag zijn van...
ik kom er niet uit op school of ik word mishandeld. Of, maar dat kan ook een vraag zijn van hoe is het nou om binnen jeugdzorg te wonen? Of hoe doe jij dat met je financiën? Want ik kom elke maand geld tekort. Ja. Dus gewoon jongeren onder elkaar, waar jongeren het ook met elkaar over willen hebben. Mijn part gaat het over, ik ben daar en daar wezen stappen en het was hartstikke leuk, moet je ook eens doen. Of dat wil ik absoluut niet hier, of ik heb daar iets vervelends mee gemaakt, ik wil jullie waarschuwen om daar nooit naartoe te gaan. Noem maar iets. Het maakt me niet uit op welk onderwerp, maar met elkaar in contact. Maar vooral vanuit de vraag. Toen hebben we dus gezegd, nou moeten we een helpdesk gaan organiseren. We moeten zorgen dat er een telefoonnummer komt en een chatvenster komt waar jongeren dus hun vraag kunnen stellen. Een beetje à la kindertelefoon. Ja. Maar dan voor jongeren. Mm-hmm. En dus ook niet kinder, maar gewoon helpdesk. Ja. Toen hebben jongeren aangegeven van, zo'n helpdesk is leuk, maar ik wil niet alleen maar via een schermpje met iemand in gesprek kunnen. Ik wil ook face-to-face een keer met iemand een bak koffie kunnen drinken of een kopje thee of een flesje fris. En gewoon een gesprek of ergens te kunnen wandelen. Toen hebben we dus uiteindelijk het buddy-systeem bedacht. Ik praat nu echt over het ontstaan van het idee, hè? Dus nog niet in de uitvoering, want dat is uiteindelijk veel uitgebreider geworden. Mm-hmm. Maar bij het ontstaan van het idee, zijn we begonnen met de helpdesk, dat was de eerste plek. Toen zeiden we, oké, we willen ook een buddy-systeem hebben. Dat een klein beetje vormgeven van, ja, hoe moet dat er dan uitzien en hoe werkt dat dan? En moet je kijken naar ervaring of moet je kijken naar hoe dicht iemand bij elkaar woont, dat soort dingen. Toen zei de jongen op een gegeven moment, het jongerennetwerk, dit is zo leuk en dit is zo interessant en dit kan zo helpend zijn. Dit moet 24/7 beschikbaar zijn. En toen zijn we gaan zoeken naar een vorm van waarin dat kan. Dan moet je 15 professionals aannemen en, om te zorgen dat je 24 uur dienst hebt. Dat wordt een heel duur geintje. Dus hebben we uiteindelijk het forum bedacht. En het forum kunnen jongeren hun berichten op kwijt. Dus als er een vraag wordt gesteld op de helpdesk, en die vraag is nog nooit eerder gesteld, zullen we ook dat antwoord op het forum plaatsen, zodat de meest gestelde vragen naar boven komen. Maar jongeren ook met elkaar hun ervaring kunnen delen. En, direct, met elkaar. Mm-hmm. Ja. Maar wel in een beschermde omgeving, wel door het jongerennetwerk gecontroleerd. Wat we bijvoorbeeld hebben gezegd is, wij willen absoluut voorkomen dat een jongere zegt ik ben suïcidaal en dat een andere jongere dan zegt, oh ik weet nog wel een onbewaakt spoorwegovergang, daar kun je naartoe. Dat willen we niet, maar wat we wel willen is, hey, ik ben suïcidaal, dat een andere jongere kan zeggen ik ben ook suïcidaal geweest, ik ben uiteindelijk bij de huisarts geweest en ik heb medicatie gekregen. Zo ben ik eruit gekomen, of ik ben nog steeds suïcidaal, ik weet ook niet wat ik ermee moet. Het zijn allemaal signalen waar we wat mee kunnen. Ja. Nou, daar is het forum voor bedacht. Toen zeiden we zijn een netwerk van jongeren, dus we hebben allemaal ervaring en we kunnen onze ervaring inzetten. Dus als er een soort van situatie komt waar niemand het antwoord op heeft, dan moeten we dat binnen ons eigen netwerk kunnen bespreken. Maar die moeten we ook kunnen tackelen, die moeten we op kunnen lossen. Dus wij zijn een professionele organisatie in een netwerk van andere organisaties. Dus we willen een netwerkpagina gaan organiseren, waarin we onze eigen netwerk in kaart gaan brengen. Mm-hmm. Maar daarmee ook het netwerk voor alle andere jongeren in Gelderland in kaart brengen. Wat is er eigenlijk allemaal wel niet voor je jongeren in Gelderland? Ja. Nou, en je schrikt ervan hoeveel organisaties we nu al op onze sociale kaart hebben staan. Mm-hmm. Voorwaarden aan die sociale kaart hebben gesteld is dat wij wel een medewerker moeten kennen van die organisatie. En kennen is dus ook een keer afspraak mee hebben gemaakt en weten wat voor organisatie je hebt. En de afspraak ook met, als wij een jongere hebben die echt hulp nodig heeft van jullie, dan kunnen we op ieder moment contact opnemen. Daar zitten dan wel weer regeltjes aan en dat kunnen niet alle vrijwilligers. Maar de kerngroepleden van het jongerennetwerk, die kunnen dan contact opnemen met zo'n organisatie om snel te kunnen schakelen. Dat is allemaal bedacht en dat was allemaal hartstikke leuk en daar gingen we mee aan de slag en gingen we een projectplan schrijven en gingen we fondsen benaderen. Maar op een gegeven moment dachten we, ja, maar we krijgen heel veel signalen binnen. Wat nou want we gingen al in gesprek met jongeren dat we dat gingen doen en de jongeren kwamen al met verhalen van, ik loop eigenlijk tegenaan, wat betekent nou HVP? Wat is nou OTS? Hoe houdt het? Dus al die afkortingen, vakjargon. Ja. Maar ook jongeren die zeiden, 3 jaar geleden heb ik iets geflikt en inderdaad had ik niet moeten doen. Maar vandaag krijg ik nog steeds te horen dat ik dat 3 jaar geleden geflikt heb. Ik ben veranderd. Weet je wel? Dus zo zijn er allerlei signalen binnengekomen. En toen zeiden, daar moeten we eigenlijk ook wat mee. Mm-hmm. Het zou zonde zijn als we daar niks mee doen. Mm-hmm. En toen is het adviesorgaan bedacht. Okay. En het adviesorgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies aan overheid en instellingen. Ah. En het mooie is dat stukje, vind ik dan, hè, is het stukje ongevraagd. Want heel vaak wordt er advies gegeven, maar dat is gevraagd. Maar als je jongeren gewoon bij elkaar zet en met elkaar laat kletsen en dan eruit laat komen, waar moet het nou echt over gaan? Dan komen jongeren zelf ook met onderwerpen. En dat zijn naar mijn idee de meest interessante onderwerpen waar je ook met elkaar over kan hebben. Maar dat moet wel gefaciliteerd worden en gedaan, dus daarvoor doet het jongerennetwerk dat.
Ja, dat zijn de 5 onderdelen van het jongerennetwerk en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Daar zijn we mee begonnen. Wauw, prachtig. Dat gaan we doen. Ja. En wat zijn ervaringen van jongeren die bij jullie terechtkomen hiermee? Wij mochten formeel nog niet starten van de fondsen. Ja. Als je bij een fonds aanklopt, wij willen geld hebben en je doet al daar waar je geld voor wilt hebben, dan zegt de fonds, dan heb je ons geld niet nodig. Dus we hebben heel erg lang niks gedaan. We hebben echt gezegd, we gaan alleen zorgen dat alles goed getimmerd wordt en opgebouwd wordt. En ja. Als de vragen komen, gaan we nu even doorverwijzen naar anderen, want wij gaan het nog niet doen. Stiekem hebben we natuurlijk wel wat dingetjes opgepakt. Ja, je kan niet tegen een jongere zeggen, ja, je hebt pech gehad, dat doe je niet. Maar dan niet vanuit de organisatie, maar gewoon als mens. Hè. Dan zeg je, los van het jongerennetwerk heb ik contact met je en gaan we je even helpen. Ja, precies. Wat onze ervaring tot nu toe is dat heel veel organisaties heel erg enthousiast zijn. En dat heel veel jongeren heel erg enthousiast zijn. Eigenlijk alle jongeren die nu bij het jongerennetwerk zitten, zitten erbij omdat ze weten via wat we doen. Dus iedere vrijwilliger die we tot nu toe hebben aangetrokken, dat is niet omdat we een vette campagne hebben gehouden op Facebook of dat we aan organisaties om vrijwilligers hebben gevraagd. Ik ben gewoon 10 jongeren gaan benaderen van dit wil ik gaan doen. Wie doet er mee? En vanuit die 10 jongeren zijn de andere jongeren aangesloten. En dan heb je het, dus die zijn heel enthousiast. Hebben jullie dus, je noemt ook een aantal hulpvragen, zal ik maar zeggen. Ja, vanuit school, vanuit mijn opleiding moest ik ergens een keer onderzoek doen. Ja? Toen ben ik bij jeugdzorginstellingen letterlijk de groep opgegaan met het verhaal, dit is wat we gaan maken. Ja. Wat vind je daarvan? En als je daarbij zou aankloppen met wat voor vragen kom je dan hier? En op welke manier zou je dan benaderd willen worden? En hoe wil je op de hoogte gebracht worden? Nou, allerlei vragen, ja. Dat is wel een groot onderzoek. En daar is de algemene reactie, oh, ik wist helemaal niet dat dit kon, dat jongeren elkaar konden ondersteunen. En vaak de reactie van, oh, dan denk ik dat ik eerder over dingen gepraat. Dat ik eerder zou zeggen, oh. Een voorbeeld was een jongen, die had het over dat die had een van de vrijwilligers benaderd, zo van, ik wil stoppen met blowen. Ja. Ik ben bang dat als de jeugdzorg erachter komt dat ik eigenlijk blow, want hij ging ervan uit dat de jeugdzorg niet wist, dat hij dan gezeik zou krijgen. Ja, dat is echt zo'n signaal waarvan ik denk, hoe kan het toch dat wij in Nederland onze zorg zo hebben georganiseerd dat als iemand zelf wil, dat hij niet durft omdat hij bang is voor sancties. Mm. Ja, dus die was bij ons aangeklopt van, jullie kunnen mij toch ook in contact brengen met Iris Zorg? Ja, dat kunnen we niet. Of in ieder geval, ja, we kunnen je de telefoonnummers geven, maar we kunnen niet zorgen dat je daar een NT krijgt en dat de organisatie waar jij zit helemaal niet weet wat je daar doet. Dat kan niet. Maar wij kunnen wel zorgen voor het gesprek. Wij kunnen wel een keer met jou daarover hebben van waar ben je dan bang voor, hoe zit dat en met welke begeleider zou je het daar wel over kunnen hebben. En ook uitleggen, nou zo werkt het niet binnen je zorg, ik snap dat je daar bang voor bent, maar als jij aan jezelf wil werken is dat iets heel goeds. En laten we het gesprek gewoon aangaan met de begeleider. Nou, uiteindelijk dat gesprek ook gehad met die begeleider en die vent die was eigenlijk alleen maar zo trots als een pauw dat zijn jongeren ervoor uitkwam waar het probleem lag en waar hij aan wilde werken. En uiteindelijk kwam in dat gesprek zelfs naar voren dat de hulpverleningsorganisatie echt wel wist dat hij blowde. En hij had het idee dat ze dat niet wisten. En uiteindelijk ging dat balletje rollen, maar dat gevoel, het gaat dus weer om dat gevoelsdingetje. Het gevoel, ik kan er niet over praten, want. Ja. En met jou kan ik er wel over praten, want. Ja. Daar zit de kracht. Wauw. Ja, daar zit de kracht. En dat is geweldig. En het zijn echt hele simpele kleine dingetjes die zo opgelost zijn. Het zijn echt geen grote dingen. Er zijn ook wel grote dingen hoor. Er zijn ook wel verhalen dat een jongere vertelt dat er hele heftige dingen op de groep gebeuren. Over mishandeling, seksueel misbruik en dat soort dingen. Ja, dat is een hele andere koek. Maar dat zijn ook dingen die besproken moeten worden. En gelukkig ben ik een professional en weet ik dan wie we dan in moeten vliegen om te zorgen dat zo'n jongere geholpen wordt. En ja, de kracht van het jongerennetwerk is dat het voor en door jongeren is. En dat je dus met leeftijdsgenoten en met ervaringsdeskundigen in contact komt. Ik denk dat het mooie is aan het initiatief. En alles is bedacht door de jongeren. Het is niet door mij bedacht of door iemand achter je bureau bedacht. Dat is soms ook moeilijk. Want ja, wie zegt dat dan goed is? En daar kan je onderzoek naar gaan doen en dat soort dingen. Maar ik ben iemand van, ga het maar gewoon proberen. Mm. En voor hetzelfde geld werkt die helpdesk helemaal niet. Hebben wij zo meteen 40.000 euro uitgegeven aan een heel online sociaal platform met alles erop en eraan. En er is niemand die op het knopje drukt chat. Dat kan. Maar dan hebben we wel heel veel andere dingen geleerd. En dat vind ik ook belangrijk. En zo, ja, zo sta ik in en we gaan het gewoon doen. Het is voor mij ook een testperiode, een pilot. Ik ben ook pas net als professional aan het werk. En ja, ik kan ook nog niet alles. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Volgens mij moeten we allemaal nog doorleren. Dus, ja, we moeten een hoop uitvinden met elkaar volgens mij. Ja. Weet je, het is nog nooit eerder op deze manier gedaan.
Niet in Nederland, niet in Europa, niet ergens anders in de wereld. Ik ken geen project die op deze manier werkt. Dus ja, het is proberen. Het is echt proberen en ervaren. En tot nu toe word ik heel erg vrolijk van mijn ervaring. En merk ik dat jongeren heel veel leren en zelf ook heel vrolijk worden van de ervaring. Soms zijn er ook heel veel dingen frustrerend. Soms denk je, oh, ja, vast. Zo'n gemeentedingetje, dat duurt echt lang. En hoe werkt dat nou? En kan dat niet anders? Maar zo zijn de dingen. Maar zo zijn de dingen. Ja. En dat is ook weer een ervaring. En daar kun je ook weer mee leren. Mm. Ik denk dat de kracht is dat we met elkaar kunnen praten over situaties. Over dingen die we meemaken. Een jongere die nu, de transitie is er nu. En de keukentafelgesprekken, dat is een hot item. Hè. Zo gaan we dan zorgen dat jij de juiste hulp krijgt. En dat zo'n jongen zegt, ja, ik ben al een maand op die keukentafelgesprek aan het wachten. Ik heb niet eens een keukentafel. Wat bedoelen ze nou eigenlijk? Dan denk ik, oké, heb je al een brief gehad dan? Ja, ik heb een brief gehad, maar daar word ik ook niet heel veel. Ik moet alle dingen klaarleggen. Dat staat dan in de brief. Maar wat is dan alle dingen? Nou, dat zijn dingen waarmee ik dan, die signalen neem ik dan weer mee naar de gemeente. En dan zeg ik, wij hebben een jongere met deze ervaring. Hoe kan dat? Hebben jullie jullie eigen brief wel eens doorgenomen? Ja? Nou, dan neem ik nog maar eens een keer door. Wat zijn alle dingen? Oh, we hebben helemaal niet... Nee, stom. Ja, voor ons is dat logisch. Maar inderdaad, voor een jongere, wat is dan alle dingen? Dan zulke hele kleine dingetjes zijn het maar. En de kracht daarvan is dus dat die jongen bij mij durft te zeggen, wat zijn dan alle dingen? Ik weet toevallig wat al die dingen zijn. Ik ga met hem daarover in gesprek, hij is goed voorbereid. Ik wijs hem nog dat hij recht heeft op een onafhankelijk cliënt ondersteunen. En zo'n jongen gaat zo'n gesprek in. En vertelt daarna hoe dat gesprek voor hem was. En dat zijn hele mooie ervaringen van het jongerennetwerk. Daar word ik warm van. Daarvan denk ik, oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg dat ik vanavond pas om 11 uur thuis ben. Daar doe je het zien. Voor. Ja, nou, prachtig. Ja. En als mensen meer willen weten over het jongerennetwerk of een bijdrage zouden willen leveren, waar bijdrage, kunnen ze dan terecht? Ja, het jongerennetwerk heeft een website, projectjongerennetwerk.nl. Mm-hmm. Daar kunnen ze terecht. Ze kunnen ons ook allemaal aan elkaar? Ja. Ze kunnen ons ook vinden op social media, facebook.com/jongerennetwerk aan elkaar. En Twitter precies hetzelfde, @jongerennetwerk. Ik ben ook te vinden op social media. Dus voor de professionals via LinkedIn ben ik te bereiken, Angelo Musicci. En we hebben een projectmail, projectjongerennetwerk@gmail.com. En daar kun je altijd naar mee. Oké, geweldig. En zijn er specifieke bijdragen waar jullie naar op zoek zijn? Nou, we zijn in Gelderland op zoek naar samenwerkingspartner. En dit is een project dat geld kost. We hebben bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding. Elke vrijwilliger die bij ons rondloopt, die krijgt een vergoeding als hij minimaal 8 uur per week per maand voor het jongerennetwerk inzet. Daar is geld voor nodig. Dus als de organisaties zeggen, dan, dit is een topproject en wij hebben nog ergens een potje met geld liggen waar we niet zo gauw van weten wat we ermee moeten. Of misschien een leuke cadeaubonnen in de aanbieding bij wijze van spreken, een andere vergoeding of... Nou ja, het kan dus eigenlijk van alles zijn. Het kan van alles zijn, maar het kan ook zijn, we hebben een gedragswetenschapper in dienst en die vindt het een leuk project. Die wil wel een aantal uur in de week met jullie meedenken. Of nog niet eens een aantal uur in de week, maar gewoon als je me nodig hebt, laat dan even weten, want dan denk ik mee. Ja, dat is altijd welkom. Wij willen ons netwerk gewoon heel graag uitbreiden. Maar onze oproep is wel, van, we hebben nu de financiering voor 2 jaar voor de pilotperiode voor elkaar. Ja. Met fondsen, met de gemeente, met een school. En de provincie, maar daarna moeten we ook door kunnen en daarin hebben we nog wel ondersteuning nodig. Wie kan ons daarbij helpen, wie wil daar meedenken over hoe we dat gaan doen? Helder. Dat is het. Ja. Is er nog iets anders dat je kwijt wilt? Ja, ik wil jongeren altijd laten zien dat het ook anders kan. In welke situatie je ook zit, als je denkt het kan niet anders, er is altijd een andere optie. En dat vind ik heel belangrijk dat jongeren dat weten. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.